ja, ik was net wat bij de duurzame deze aan het vertellen. En toen zeiden ze, ja, je moet het ook vooral hier nog even pitchen, want jouw verhaal, daar kunnen anderen ook echt wat mee. Ik ben Martine Groenewegen en ik heb een website en die heet biomassa.dhz.nl. En dan zitten mensen al, wat is DHZ? Doe het zelf. Dat betekent ook rechtstreeks contact met de medepartij. En biomassa, nou, waar denken jullie aan? Houtsnippers, gras, en dat is vooral hetgeen wat je ook zeg maar als een waterschap hebt. Maar waar is nou die website voor? Want dat gaat veel verder dan dit. Die website gaat om vraag en aanbod van biomassa reststromen. En de informatie staat op een kaart, dus je zoekt in de buurt naar iemand die voor jou je goede grondstoffen heeft. Dus als jij een cv-ketel hebt, dan zet je gewoon een vraag neer van ik kan wel wat houtsnippers gebruiken. En als je particulier bent en je zaagt net je boom om en je wil weten wie jouw boom afneemt, dan zet je ook die boom er maar op. En als je waterschap bent en je wil dat er iets goeds gaat gebeuren met dat gras, dan kan je dat gras opzetten, want er beginnen ook ondernemers en die gaan er bouwmaterialen van gebruiken. Maar het gaat nog veel verder, want ik heb een kapper en die wil iets gaan doen met zijn die lange haren, maakt hij een pruik van, maar met die korte haartjes, daar wil hij ook wat mee. En ik heb een andere ondernemer en die wil chitine hebben. Dat zijn van die schildjes van die beesten, maar het zijn ook de garnalenpelsels. En ik heb een bedrijf, en dit is vandaag hier ook al gepresenteerd, ze maken die dozen van die tomatenstengels. Maar dan moet je die stengels voor uitpersen en er komt sap bij vrij. En ze hebben pas een oplossing die over 8 jaar gaat werken en dat duurt wel heel erg lang. Dus eigenlijk zoeken ze ook nog mensen die iets met dat tomatenstengelsap kunnen. En ik heb een bedrijf en die maakt heel mooi vlasvezels, maar die houdt een restje over. Dat noemen ze vlasleem. En dat ging eerst allemaal naar die paardenstallen, maar iedereen kent het paardenverhaal, dus dat is allemaal niet goed afgelopen. Dus zij raken hun vlasleem niet kwijt. Dus wat ik gewoon bied is, hebt u iets van een reststroom? Ik mag hier zelfs, ik zie daarachter sinaasappels staan, dat is heel leuk. Als je die uitpest, dan kun je schoonmaakmiddel van maken. Hebt u iets van een reststroom in de aanbieding? Plaats het op biomassa.dhz.nl of denkt u met uw bedrijf iets met een biobased product te gaan maken? Zoekt u nog een samenwerkingspartij erin? Dan kunt u het ook plaatsen. Vanochtend was er bijvoorbeeld iemand en die wilde bieren, zijn anti-aging bier gaan maken. En die zocht nog voor zijn procesondersteuning iemand die daar algen in toe kon voegen. Toen zei ik van nou, dit is nou ook echt zoiets, zo'n vraag. Die kan je heel goed op mijn website kwijt, want een platform waar mensen, iedereen die iets heeft met die biomassa, die gaan steeds meer mensen naar kijken. En wellicht komt er een reactie, vindt hij op die manier Nog een laatste vraag. Wat is jouw rol specifiek dan in het geheel? Ik ben ondernemer. Ik heb dit opgezet. En er zit zeg maar voor bedrijven zit er een abonnementskosten aan. Dus dat is voor mij mijn verdienmodel. Ja. En ik help mee ook met, ik weet gewoon vrij veel hoe die biomassa in elkaar zit. En ik help ook mee, zeg maar, voor sommige partijen die ook al met die haalbaarheidsonderzoeken. Want dat is het leuke van, mensen zien dan die stromen en dan gaan ze erover denken. En soms vinden ze niet precies de stroom die er staat, maar is het van, we gaan toch juist onderzoek doen. En hoe meer van die gekke stromen er zijn, hoe meer je merkt dat mensen denken van, oh, dit is een wereld, ik loop achter, ik moet hier wat aan gaan doen, ik moet bezig met die biobased technology. Oké. Dankjewel. Nog één keer jouw naam en de website en dan danken we je hartelijk. Mijn naam is Martine Groenewegen en de website heet www.biomassa.dhz.nl.